Hoi, en vandaag zijn we bij de allergrootste kruidvat die er bestaat. Deze zit in België. Ondanks dat eigenlijk de kruidvat een Nederlands merk zit, zit deze in België, namelijk in Turnhout. Deze is 1000 vierkante meter groot. Jullie kunnen hem hier achter mij al zien. Ik ben zelf heel erg benieuwd hoe deze er van binnen uitziet. Dus ik hoop jij ook en laten we nu snel beginnen. Nou, ik ben in de kruidvat en ik ga beginnen denk ik bij de make-up, omdat ik dit zelf gewoon het leukste vind. En ze hebben hier op zich ook wel een groot schap. Ik had het wel iets groter verwacht, moet ik zeggen, maar ik verwacht altijd te veel. Dus ik ga het jullie laten zien. Kijk, we hebben hier als eerst een soort schap van Makeup Revolution. Ik vind zelf altijd dat ze hier wel echt hele mooie make-up van hebben. Jullie kunnen zien, ze hebben ook best wel veel. Daar zie je ook wel wat legere schappen. Ik zie hier als eerst bijvoorbeeld deze blush. Die vind ik echt super mooi. En ze hebben echt meerdere kleuren. Ze hebben hier ook deze. Oh, deze is ook een beetje van een andere soort collectie. En hier hebben ze nog een aantal blushes voor 6 euro. En deze highlighters vind ik echt super mooi. Je kan ze in de verpakking nooit zo heel goed zien. Maar ze hebben echt een super mooie shimmer. En ze hebben dan weer een soort zilveren, maar ook deze een gouden versie. En die kosten ook 5,99 euro. En ze hebben dus ook hier van die paletjes. Hier bijvoorbeeld deze. Hoe mooi ziet deze eruit. En ze hebben dan ook nog een andere. Kijk, hoe mega mooi. En je hebt dan 4 kleurtjes voor maar 7 euro. En deze banana powder is denk ik heel erg bekend. Want hij is hier bijna helemaal uitverkocht. Ik heb hem nog nooit geprobeerd. Maar hij kost in ieder geval 8 euro. Oh my god. Ik draai dus me net om, zeg maar. Ik loop hier omheen. En ik zie dus nog een schap van Makeup Revolution. Dat wist ik echt niet. Kijk even hoeveel oogschaduwpaletten. Ik dacht al, volgens mij mist er wat. Maar natuurlijk gewoon heel de oogschaduwpalettencollectie. En natuurlijk alle lipproducten en nog meer oogproducten. Zoals mascara's en oogpotloden en wenkbrauwdingen en zo. Maar kijk even die paletten. Hoeveel hebben ze hier ook? Volgens mij hebben ze ook echt een goede actie. Ja, 2,5 prijs op alle oogschaduw. Kijk, hier kun je ze nog een keertje van dichtbij zien. En hier heb je nog meer paletten. En ze kosten 7,99 euro. Oké, dat is echt heel goedkoop. Hoe leuk is ook deze top van deze lipstick met zo'n lipje erop. Heel leuk. Kijk, die had ik hiervan gepakt. Deze heeft dus weer een nieuw lipje. En deze heeft denk ik weer een soort donkere kleur. Ja, echt super leuk. Hoe leuk is dat detail? Ik zie hier trouwens een heel mooi standje van Catrice. Ik dacht, dat laat ik jullie ook even zien. Ik denk dat dit gewoon een soort nieuwe collectie is. Of een soort limited edition collectie. Maar hoe mooi zijn deze paletten? Dit is het Nude palet. En dit is de Hot Mocha palet. Hoe mooi zijn ook deze kleurtjes. Echt super mooi. En ik hou van deze blushes. Super mooi zien ze eruit. Ik denk dat dit mijn favoriet is. Maar ze kosten in ieder geval 4,49 euro. Dan hebben we hier nog meer make-up. Je kunt zien gewoon van Kruidvat eigen merk. Max Factor. En dan zie je daar nog wat trending make-up producten. Daar ga ik eigenlijk ook even kijken. Essie, Essence. Kijk hoe mooi ook dat schap van Essence. Dan hebben we natuurlijk het Kruidvat eigen merk make-up productenlijn. Ik moet zeggen, ik heb hier zelf nog nooit eerder iets van getest. Maar ik zie wel eens ooit van die video's voorbij komen. Dus ik weet niet of iemand van jullie hier ook al ooit iets van heeft getest. Ik moet zeggen, ik vind deze mascara's er bijvoorbeeld wel heel leuk uitzien. En ze hebben echt heel veel. Ook dit allemaal. Dit zijn een soort primers of zo, of serums. Maar ik vind ze er heel mooi uitzien. Hier ook allemaal foundations en allemaal verschillende kleuren. Deze is mooi. Kijk even deze blush. Zo'n baked blush. Echt super mooi. Oh my god. Ook deze highlighters en bronzers zijn echt heel mooi. Ik denk dat ik deze wel een keer wil proberen. Die ziet er echt heel mooi uit. Verder vind ik Max Factor niet zo'n heel leuk merk. Ik moet ook zeggen, ik vind het best wel duur. Dus deze sla ik meestal eigenlijk over. Verder heb je hier dus nog wat andere merken. Dit ken ik zelf niet. M. Assam Beauty. Verpakkingen zien er echt super mooi uit. Kijk ook even deze. Hoe mega mooi ziet deze bronzer eruit. Het is een satin bronzer. Maar ik moet zeggen, verder ken ik het niet. En dan heb je dus hier de balm. Sinds kort, of volgens mij al een tijdje, verkopen ze dit bij de Kruidvat. Ik moet zeggen, ik heb ook nog nooit hier iets van geprobeerd. Omdat ik het ook weer een beetje prijzig vind. Maar je hebt gewoon die bekende producten, zoals bijvoorbeeld deze highlighter. De Mary Luminizer. Een highlighter. En die kost 23,99 euro. En volgens mij heb je ook nog hier een bronzer, deze. Je kunt ook wel zien, er is er nog maar één. Dit is de Bahama Mama bronzer. Die is ook best wel bekend. En dan hebben ze hier nog L'Oreal en Essie.
super mooie, maar wel kleine schappen. Wel heel veel nagellakjes. Dan hebben we hier echt een mega schap met allemaal Rimmel-producten. Ik moet zeggen, ik gebruik ook geen producten van Rimmel behalve de nagellakjes. Die vind ik echt super fijn. Die kun je hier ook zien. Volgens mij heet het iets van 60 seconds nagellakjes of zo. Die vind ik heel fijn, maar je kunt zien ze hebben heel veel. Dit is volgens mij ook een soort nieuwe collectie. De Kind and Free collectie. Ik weet niet precies wat het allemaal inhoudt, maar daar hebben ze echt heel veel dingen van. Het is dus de collectie met dat blauwe. Daar hebben ze ook nagellakjes van en allemaal poeders en concealers, foundations. Volgens mij is dat dus een nieuwe collectie, maar dat weet ik ook niet zeker. Maar kijk, ik sta even aan de andere kant en je kunt zien, het is echt een mega groot schap. En als we dan dus naar de andere kant gaan, dan heb je dus een ander merk, namelijk Bourjois. Ja, ik moet zeggen, ik heb hier ook echt nog nooit iets van getest. Ook omdat het weer wat meer aan de duurdere kant is vergeleken met bijvoorbeeld Catrice of Essence natuurlijk. Of bijvoorbeeld Makeup Revolution. Ik moet ook zeggen, dit verkopen ze natuurlijk niet in iedere kruidvat. Ik weet wel dat ze dit bijvoorbeeld ook bij de DA ooit verkochten. Maar bij mijn kruidvat hebben ze het meestal niet. En wat mij gelijk opvalt zijn deze lipglossjes. Hoe mooi zien deze eruit. Vooral die verpakking. Super chic, doet me een beetje denken aan Charlotte Tilbury. En ze hebben hier dus nog meer kleurtjes van. Kijk, hier even een snelle overview van de hele make-up sectie hier bij de kruidvat. En daar was ik dus net. En nu heb ik hier nog een schap en ook nog een achterkant. Maar ik ga even beginnen bij deze. Dit is dus het schap van L'Oréal. Ik weet niet, volgens mij de achterkant van dit schap is Maybelline, maar dat weet ik niet zeker. Maar dit is dus L'Oréal, allemaal L'Oréal producten. Jullie kennen dit waarschijnlijk ook allemaal wel. Je hebt hier foundations, BB creams, CC creams, concealers. Ook deze poeders van L'Oréal, die zijn ook wel wat bekender. En verder heb je hier alle lipproducten. Nog meer oogproducten en natuurlijk ook de bekende mascara's. Deze kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Je hebt hier bijvoorbeeld de Lash Paradise mascara. Ook allemaal verschillende soorten. Alleen de waterproof versie is uitverkocht. Verder hier nog meer. Deze heb ik ook wel een aantal keer voorbij zien komen. Dit is de Air Volume Mascara. Ook weer in een waterproof versie. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Dit hebben ze ook zeker niet bij mij in de kruidvat. Dan gaan we nu even naar de andere kant. Kijk. Dit is dus helemaal een schap nog met Maybelline producten. Want net waren we bij de L'Oréal producten. En hier tegenover heb je dan de Bourjois producten. Je kunt ook zien van alles weer. Ik vind deze primer bijvoorbeeld heel fijn. Dit is de Baby Skin Instant Pore Eraser Primer. Die heb ik heel lang veel gebruikt. En deze lipglossjes zijn ook echt aanraders. Ik heb deze kleur, 03 Moon. Maar ik moet zeggen, ik vind deze er ook echt mooi uitzien. Of deze paddle. Dit zijn echt hele fijne lipglossjes. Dit zijn volgens mij de Maybelline Lifter lipglossjes. Dus ze kosten €10,99. En hier heb je nog meer mascara's van Maybelline. Heel veel. Jullie kennen ze waarschijnlijk allemaal wel qua kleur en verpakking. Je hebt daar bijvoorbeeld de Sensational mascara. En je hebt er daaronder de Rocket Volume mascara. Ook allemaal verschillende soorten. Dus echt heel veel. Dan ga ik weer even door naar dit schap. Namelijk van Essence & Catrice. Net waren er allemaal mensen. Dus ik dacht, ik ga heel even de andere schappen eerst doen. Maar nu is er niemand. En je kunt zo een beetje zien. Ik moet zeggen, het is ook echt best wel groot. Bij mij in de kruidvat hebben we ook niet zo'n groot schap. En ik vind dit heel mooi. Zo met die lijnen. Dus ik ga jullie even laten zien of ik wat anders zie. Maar zo zien de schappen er in ieder geval uit. Het is een beetje donker, maar dat komt door die lichten dat de kleur een beetje verandert. En dit is dus het hele schap van Catrice. Als eerst zie ik hier de limited edition van Essence op dit moment. Dat zijn volgens mij mascara's. Hier stond ook iets, maar dat is nu uitverkocht. Maar je kunt het zo een beetje zien. Verder heeft Essence dus ook een soort gezichtsskincare lijn. En je kunt hier een beetje zien. Ook best wel veel uitverkocht al. Met een face serum, een face olie en nog wat andere dingetjes. Verder vind ik deze er ook heel leuk uitzien. Dit zijn dus van die eye patches. Hoe mega leuk. En het kost maar €1,59. En deze lipglossjes kennen jullie denk ik ook allemaal wel. Vooral de doorzichtige is heel bekend. Dit is de Extreme Shine lipgloss. Dit is gewoon een kleurtje. Ze hebben ook alleen nog maar deze kleuren. De rest is allemaal uitverkocht. Deze mascara heb ik wel echt nog nooit gezien. Deze wel wat vaker, maar ik wist niet dat ze deze hadden. Oh, dit is de waterproof versie. En ik vind de nagellakjes van Essence ook heel fijn. Ze zijn ook echt heel goedkoop. Ze zijn maar €1,90. En ik vind ze zelf heel fijn. Vooral het kwastje daarvan vind ik heel fijn. En ze hebben heel veel verschillende kleuren, zoals je kan zien. Deze blushes zou ik ook echt aanraden. Dit is, ja, 40. Deze heb ik zelf ook. Die gebruik ik echt iedere dag. Dit is echt de perfecte blushkleur. En hij kost ook maar €2,59. Dus echt geen geld. Dus deze zou ik echt aanraden. Verder zijn we hier bij Catrice. En je kunt zien, dit is de limited edition van dit moment. Twee super mooie paletten. En Catrice heeft dus ook sinds kort een hele skincare collectie.
Ik moet zeggen, dat wist ik ook niet dat ze dit echt hadden. Je ziet wel dat alle make-up merken ook gewoon een soort skincare collectie gaan uitbrengen. Maar dit is dus die van Catrice. Ook nog nooit iets van getest. Maar ik moet ook zeggen, ik heb nog nooit er iets van gehoord. Dus ik weet ook niet of het eigenlijk goed is. Maar qua prijzen is het in ieder geval niet heel duur. Dit is echt mijn favoriete concealer. Dit is de, hoe heet die ook alweer? Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Die vind ik echt super fijn. Daar ga ik ook echt zo snel doorheen. Maar het is echt een super chille concealer. En ze hebben ook een aantal verschillende kleurtjes. Deze lipsticks van Catrice zijn nu trouwens ook best wel bekend. Omdat dit, ja, de testers zijn altijd echt helemaal lelijk. Maar dit zijn van die mooie lipsticks met echt zo'n mooie glitter. Je kunt het misschien op het plaatje wel een beetje zien. Maar je kunt het ook op de verpakking wel zien. Dit is dus zeg maar een lipstick met allemaal glitters erin. Volgens mij zijn er ook niet zo heel veel meer van. Nee, het is bijna allemaal uitverkocht. Maar deze is ook heel mooi. Voor 5 euro. Kijk, zo kun je nog een keertje een beetje zien. Maar dan van de andere kant. Kijk, hier is dus dat schap met Revolution. En dan krijg je daar Rimmel, Maybelline en L'Oreal. En daar heb je dus ook nog de gezichtsverzorgingsproducten. Dus maskers en zo. Kijk, wat ook wel heel chill is. Alles staat zeg maar per merk ook aangegeven. Dus daar heb je alle maskers. Maar hier heb je alle Garnier producten. L'Oreal, Nivea. Dus dat is ook heel fijn. Weet je gelijk waar je moet zoeken als je iets zoekt. Ook best wel een groot schap, zoals jullie kunnen zien. Ja, hier zie je nog wel een beetje een overview van deze kruidvat. Het is dus best wel groot. Ik weet ook niet zo goed waar ik allemaal heen moet. Maar de make-up hebben we nu gehad. Dus ik ga heel even verder kijken. Want ik zie hier bijvoorbeeld dus al de nagellakproducten. En een beetje nepwimpers en zo. En hier heb je heel veel dingen van kruidvat eigen merk. En deze vind ik echt super fijn. Heel goedkoop. Het is nu trouwens ook in de aanbieding, zie ik. Heel veel is hier in de aanbieding. Ook qua make-up. 2 voor 5 euro. Met allemaal nail hardeners en nagelolieën en zo. Heel fijn. Ook echt aanraders. Dan hebben we hier de sieraden. Ik draag nooit zo heel veel sieraden. Maar ik weet dat heel veel mensen hier ook wel sieraden kopen. Je hebt hier volgens mij een hele collectie met van alles. Hier een collectie met volgens mij Patty van Bracht en nog iemand. Ik ken het zelf niet, maar zo kunnen jullie het een beetje zien. Hier gewoon van Kruidvat eigen merk. Deze zijn echt heel mooi. Deze sieraden ken ik wel. Dit is trouwens de collectie met Mickey Kimenai. Ze heeft echt altijd super mooie sieraden, maar ik draag helaas geen oorbellen. Maar wel heel leuk. Ik draag ook geen ring. Ik draag eigenlijk alleen maar armbanden. Maar ik vind haar collecties met Kruidvat ook echt altijd heel leuk. Dan ben ik hier even bij de sale dingetjes. Oh my god, ik zie zelfs kwasten van de Kruidvat, maar... Dit zijn dus de sealbakken. Hier kijk ik ook echt altijd in. En ze hebben hier nu hele leuke nagellakjes. Kijk, ze hebben hier nagellakjes van Rimmel London. Want ik zei dat die zo fijn waren. Dit zijn de 60 seconds nagellakjes. Deze kleur vind ik echt heel mooi. Ik heb echt de neiging ook om deze mee te nemen. Heel veel. Ik snap niet waarom die eruit gaan eigenlijk. En ze hebben hier dus ook heel veel kwasten. Allemaal van Kruidvat. En deze zijn ook echt prima. Dus ik snap ook niet waarom deze eruit gaan eigenlijk. Misschien krijgen ze een nieuwe verpakking of zo. Maar ook allemaal kwasten. Hier ook allemaal dingen van Heroom. Hier nog lipproducten. Het is hier wel netjes geordend allemaal. Het zit allemaal mooi in een bak per soort. Dus alle lipproducten en zo ligt allemaal apart. Dus dat is wel fijn. Dan ga ik heel even naar alle huid- en haardingetjes. Dat is namelijk een beetje bij het begin van de kruidvat. Zoals eigenlijk bijna bij iedere kruidvat volgens mij. Heel veel. Het ziet er allemaal wel heel netjes uit. Deze lijn van de kruidvat ruikt ook echt heel lekker. Of alle lijnen eigenlijk van deze. Het lijkt een beetje op Rituals. Kijk. Hier hebben ze nog meer dingen en daar kom je dus binnen, want daar is zeg maar de ingang. Dus je hebt hier ook nog een aantal dingetjes voor in bad, van bijvoorbeeld Dove en Nivea. Allemaal shower gels. En hier heb je alle haardingen. Dus alle haaraccessoires en zo. Dan ben ik hier nog bij alle lipverzorgingsproducten. Je kunt hier ook zien, ze hebben hier die Carmex lippenbalsems. En hier ook die lippenbalsems, die minietjes van Vaseline. Ze hebben dan gewoon een normale, maar ook deze. Dan ga ik nog even snel door naar de haarproducten. Je kunt hier zien, ze hebben dat Shea Moisture merk. Ook wel wat prijziger, maar heel fijn volgens mij voor als je krullen hebt. Dan hebben ze hier heel veel shampoos en conditioners. Ook echt volle schappen zoals je kan zien. En hier heb je nog de haarstylingproducten. Ik zie hier ook nog dit schap met allemaal Nivea dingen. En ik dacht, ik laat dit ook nog even zien. En de rest van de winkel is natuurlijk niet zo heel speciaal. Ik ga natuurlijk een beetje voor de beauty en de make-up artikelen. Maar je kunt zien, ze hebben dus hier een soort van reiniging bars. Je hebt dus hier zo'n, dit is een verfrissende bar. Je hebt ook hier verzachtend. Dit is make-up remover. Dit is een zuiverende scrub. Een porifijnende scrub. Ze hebben hier ook eigenlijk normaal een reinigingsmousse en een reinigingsscrub en clear-up strips. Maar die zijn nu op. En verder hebben ze hier dus ook nog allemaal van die micellair waters. En ik vind zelf deze het fijnste omdat ik altijd waterproof make-up draag.
Dus deze vind ik altijd heel fijn daarvoor. Maar ze hebben heel veel verschillende soorten. Dus gewoon kijken waar je zelf naar zoekt. En hieronder hebben ze ook nog meer producten. Nou, ik kom net uit de Kruidvat. En ik moet zeggen, ik was best wel echt verrast. Van de buitenkant zag het er nog niet per se heel groot uit. Maar van de binnenkant was het toch best wel groot. Vooral eigenlijk de make-up afdeling en zo. Dat is eigenlijk ook het enige wat ik jullie heb laten zien. Gewoon alle make-up en de beauty en de verzorgingsproducten. Omdat ik dat zelf het leukste vind. En ja, ik kan wel een beetje andere dingen gaan filmen. Maar dat is voor jullie ook niet leuk om te kijken. Ik heb jullie natuurlijk wel een overzicht gegeven. Een soort overview van de hele Kruidvat. En jullie hebben het zelf kunnen zien. Het is best wel groot. Dus ja, ik moet zeggen, ik was best wel erg verbaasd. Ja, vooral dus qua make-up en zo. Ze hadden echt ook een aantal merken die ze bij mij in de Kruidvat niet verkopen. Of bijvoorbeeld heel klein eigenlijk. Dus dat verbaasde me wel heel erg. Daarom zou ik deze Kruidvat ook zeker aanraden, mocht je toevallig in de buurt wonen. Dit is dan ook gelijk het einde van deze video. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet dan niet zeker even om dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Dat kan hieronder op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg waarderen. En zo blijf jij ook op de hoogte van al mijn nieuwe shopblogs, vlogs en andere soort video's. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou hopelijk weer in mijn volgende video. Doei!